Hierna is aan de beurt Dumbarton Oaks, concert in S groot uit 1938 van Igor Stravinsky. Eveneens gebaseerd op de Brandenburgse concerten van Johann Sebastian Bach, met name het derde Brandenburgs concert. De leden van het orkest van de 18e eeuw en van het Schönberg Ensemble wisselen nu even van plaats. Er wordt wat van bezetting veranderd en er wordt ook van dirigent gewisseld, want Frans Bruggen gaat het nu volgende werk dirigeren. De opening van Stravinsky's concert bevat een bijna letterlijk citaat uit Bachs derde Brandenburgse concert. En hij heeft daar zelf over gezegd: ik denk niet dat Bach er bezwaar tegen zou hebben gehad dat ik ideeën en materiaal voor mijn werk van hem heb geleend. Omdat hij dat zelf ook dikwijls deed. Aldus Stravinsky. De manier waarop Stravinsky dat citaat behandelt is karakteristiek voor zijn neoclassicisme. Hij bevriest een element uit Bachs thematiek door het in een harmonisch volledig statische structuur gevangen te zetten. Het solo-tutti-contrast, kenmerkend voor Bachs concertante muziek, blijft bewaard. Maar de dramatische ontwikkeling die Bach in de melodische voortspinning van zijn motief en in het contrast tussen de instrumenten aanbrengt, ontbreekt bij Stravinsky. Door die voor iedereen hoorbare afwijking van Bachs compositiepraktijk ontstaat een paradox die eigenlijk dus juist heel duidelijk maakt hoe Bach een dergelijk motief zou hebben ontwikkeld. Stravinsky ligt een herkenbaar element uit zijn context en voorziet het van commentaar door het op een andere en vooral ook nieuwe manier te gebruiken. Er wordt hier nog wat over het podium heen gelopen. Want het is de bedoeling dat leden van het orkest van de 18e eeuw en ook leden van het Schönberg Ensemble hier plaatsnemen op het podium. En dat Frans Bruggen dan gaat dirigeren, Dumbarton Oaks van Igor Stravinsky. Zoals al eerder gezegd, gebaseerd op het derde Brandenburgse concert van Johann Sebastian Bach. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ja. Stravinsky besloot het eerste deel van dit concert. En dan gaan we nu over naar een opname die we vanmorgen maakten. Terwijl, dat moet u wel even weten, het Concertgebouworkest onder leiding van Nicolaus Arnoncourt repeteerde achter gesloten deuren. Maar we hoorden het toch. Tussendoor hoort u fragmenten van repetities die aan het concert van vanavond voorafgingen.